Pelé overleed hier in het ziekenhuis. Daar lag hij al langere tijd omdat hij de ziekte kanker had. In heel Brazilië zijn mensen de straat op gegaan om de oud-voetballer te eren. Bij het ziekenhuis. Então, quando você parece que a gente tá perdendo familiar. En bij het stadion van zijn oude voetbalclub. Vai ficar pra história, como sempre foi uma história ele, né? E vai continuar isso aí, o legado dele que ele deixou para sempre. In Rio de Janeiro werd het beroemde Christusbeeld verlicht in de kleuren van de Braziliaanse vlag. En het stadion waar hij vaak met de Braziliaanse ploeg speelde, kleurde speciaal voor Pelé goud. Voor veel mensen is Pelé de beste voetballer ooit. Vader, don't worry, I'm gonna win one World Cup for you. Don't worry, I was 9 to 10 years old. En dat lukt. Voor het eerst in 1958, als Pelé nog maar 17 jaar is. Pelé, en nummer 3. In de finale scoort Pelé 2 keer. Into Pelé. En hij scoort in de very last minute. Hij is de ster van het toernooi. Die ster is hij ook bij Santos, de Braziliaanse voetbalclub waar hij bijna zijn hele carrière speelt. Met zijn snelle dribbles is hij een nachtmerrie voor verdedigers. En ook voor keepers. Bijna altijd als Pelé speelt, scoort hij. Volgens het Guinness Wereldrecordboek in totaal 1279 keer. Meer dan wie dan ook. En Pelé heeft nog een belangrijk record. Pelé! Hij is de enige voetballer ooit die 3 keer het WK wint. Pelé, he's got it! Pelé has scored! Als Pelé 36 jaar is, stopt hij met voetballen. Daarna reist hij de hele wereld over. Graça, graça. En overal waar de Braziliaan komt, wordt hij als een wereldster ontvangen. Pelé. Op social media reageren veel stervoetballers van nu op het overlijden. Zo schrijft Messi, rust zacht Pelé. En Mbappé noemt Pelé de koning van het voetbal. En landgenoot Neymar schrijft dat Pelé weg is, maar zijn magie blijft. Maandag is er een groot afscheid. Een dag later wordt Pelé begraven.